pillen van Arnold. Denk een teleurstellende nederlaag hier in Tilburg. Dus ja, dit komt heel hard aan. En ja, dit had ik en ik denk het hele team en de fans anders gezien. En het had ook gemoeten. Maar ja, dat is achteraf. Hoe komt het, denk jij, dat het echt zo'n matige wedstrijd was? Ja, dan druk je het nog zacht uit, denk ik. Ja, het was echt dramatisch, denk ik. Echt een off day. We hebben geen duel, de eerste helft ook gewonnen, denk ik. Dus ja, het was voor hun dan nog lekker voetballen. Terwijl zij ook niet eens heel goed waren. Maar ja, zij lieten het balletje wel gaan en deden het als team. En ik denk dat vooral de eerste helft ontbrak bij ons. En ja, dan wordt het heel moeilijk voetballen. Want we hadden het met elkaar op de tribune over. Het leek wel, het kwaliteitsverschil was inderdaad helemaal niet zo groot. Maar het leek wel alsof het gewoon op strijdlust totaal niet ging bij jullie. Ja, dat komt omdat je telkens te laat komt in de duels. En dan lijkt het alsof ja, wij geen zin hebben. Maar dat is niet aan de orde. Maar we deden het ook niet als team. En ja, dan loop je achter de feiten aan. En dan is het moeilijk om de bal te pakken, jammer genoeg. En in de rust zijn de harde woorden gevallen. Ik denk dat de tweede helft nog wel een beetje gingen drukken. Dus toen dacht ik van oké, er komt nog wel iets uit. Alleen dat appte op een gegeven moment ook weg. En dan weet je dat het heel moeilijk is. En het is best wel pijnlijk dat we eigenlijk 0,0 kansen hebben gecreëerd. Terwijl dat de laatste weken juist veel beter ging bij ons. Dus echt balen. Hoe beleef jij zo'n wedstrijd dan in het veld? Een soort van machteloosheid. Maar je wil het gewoon zo graag doen. En wij allemaal. En we gingen echt met een goed gevoel erheen. En dan komt dit eruit. Dat is wel echt, word je niet blij van. Even over jou persoonlijk. Je speelde normaal gesproken rechtsback, vandaag aan de linkerkant. Is dat een groot verschil voor jou? Natuurlijk, ik ben een rechtspoot, maar ik heb er wel vaker gespeeld, ook bij Heerenveen. Natuurlijk, het liefst wel rechtsback, maar ik kan ook gewoon linksback spelen, dus dat is niet het probleem. Je hebt het merendeel van de wedstrijden vanaf de tribune gezien vanwege blessures. Heb jij het gevoel dat het team weer in herhaling valt? Dus je kijkt naar de wedstrijden die ook niet gewonnen werden. En dat het ook op inzet en passie weer net niet ging. En inderdaad die afvallende ballen waar je het over had. Heb je het gevoel dat het terugkerend iets is en dat vandaag weer gebeurde? Deze wedstrijd past wel in dat beeld inderdaad. Nu is het aan ons om vrijdag gewoon te knallen. Ja, dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Hier moeten we echt van leren en goed erover spreken. Want dit mag niet nog een keer gebeuren. Dat is één ding wat zeker is. Succes, dankjewel.